works in total. They stem from the same research. And this one is Heimatstudienfinal Model 1. And the other one is Heimatstudienfinal Model 2. And we went to, we were both German. And we went specifically to Germany to pick up the clay to find the color, to Westerwald. And it was really amazing. It was an amazing trip because the place, it really looks extraterrestrial. It really doesn't look like, I mean, the earth is really in layers. And it starts with dark, deep red and goes to bright green and white. Like, it's really amazing. And it's, of course, millions and millions of years old. Well, this work is really about the making, the act of making. It's not a work in process, but it's really more advice almost. It's really making for the sake of making. There won't be an end result, it will always be emotion. Well, just because it is, in a way, all about the sake, making for the sake of making. So the way we got the clay from all the way from Germany, but then also we were making it ourselves, we were stopping it for 2 days long as a small event, and then finally having this big lump of clay that just keep reshaping without actually that it becomes ever really a result or a shape. And of course there's this idea of, in a way, meditation in there, because you make just simply for like getting lost in focused intensity in a way. It is just letting the material guide you. Ik ben ooit begonnen in Rotterdam met grafisch advertising. En daar kwam er eigenlijk steeds meer uit dat ik gewoon autonoom moest. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Met wat omzwervingen ben ik toch maar naar de Rietveld gegaan. Ja, op zich zijn er wel twee key werken in deze ruimte. Dat is de kubus waar we nu op staan. Ik heb hem ook zo neergezet dat mensen denken in eerste instantie dat het een kubus is of dat het een overdreven grote pedestal is. Ja. Maar als je dan eromheen loopt en je ziet de achterkant, dan wordt het toch een ander verhaal. Ja. Ik ben begonnen met een werk dat ik op de muur heb hangen. Van keramiek dus. En dat is wel een key work. Dus deze twee samen zijn wel echt belangrijke werken. I wish my head was white inside, so there would be more feeling of light. Oké. En ik had die zin en toen dacht ik, bij die zin moet ik een witte kubus maken. Ik heb hem wel zo in een hoek gezet dat het heel onduidelijk is of je er wel of niet omheen moet lopen. Ja, ja. Omdat ik ook vind dat mensen ook hun best mogen doen en niet alleen maar de aanname. Ik ga sowieso beginnen met een aantal mensen in een atelier, ga ik erbij in. Ja, ja, mooi. Van de keramiekafdeling. Ja, 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 ja. En ja, voor de rest wil ik gaan uitzoeken of ik residenties kan doen, of ik naar het EKWC kan in Den Bosch, of een residentie in Japan of in China. Dat zou natuurlijk een ontzettende droom zijn om naar een keramiekland te gaan. Mijn relatie met klei is meer, eigenlijk is het niet eens zo met klei, maar meer de klei als middel. Maar keramiek heeft me altijd heel erg geboeid, omdat het zo stil is eigenlijk. Als je het eenmaal bakt, dan is het eigenlijk voor eeuwig of zo. Beelden op zich heb ik allemaal losgemaakt en ze kunnen ook eigenlijk heel erg op andere manieren. Ze kunnen, ik zie, het zijn een soort vormen die eigenlijk ook heel erg ergens anders ook voor kunnen dienen. Toen ging ik nadenken over het feit dat dat onze wereld eigenlijk helemaal niet hetzelfde is als de natuurlijke wereld, die heel, ja, die echt random is of die echt willekeurig is eigenlijk. Maar het, we relativeren het heel erg tot onszelf en tot ons lichaam. En ja, dus ik had uiteindelijk eigenlijk een persoonlijk landschap gemaakt. Dat het ook wel kan, het huis kan zijn of zo. Ons huis is eigenlijk ook onze wereld. Ja, dat wou ik een soort van overbrengen. Yeah.
klei is een specifiek materiaal wat als je het aanraakt direct reageert. Dus ik probeer klei niet direct te manipuleren in de vorm waar ik het in wil. Maar ik probeer meer een dialoog aan te gaan met het materiaal. Dat wil zeggen dat ik tijdens het maakproces af en toe letterlijk het materiaal loslaat. En dan zakt het een beetje of ik maak iets en ik gooi het even op de kop, waardoor het zelf in een meer natuurlijke vorm valt, die ik niet zelf zou kunnen maken. En daardoor gaat het soms stuk, maar er gebeuren ook dingen. Er ontstaan ook weer vormen die interessant zijn om daar weer op te anticiperen. Ik zie de tentoonstelling die ik hier heb als één geheel. Alle werken zijn het laatste half jaar gemaakt. Die komen voort uit mijn scriptie. En de theorie die ik daarvoor bestudeerd heb, is er eigenlijk in doorgevloeid. Doordat ik vrij intuïtief werk en niet direct maak wat ik voor ogen heb, ontstaat er heel veel. Maar de werken onderling komen ook uit elkaar voort en die gaan ook een relatie met elkaar aan. Ik vind het interessant in waar komt dat vandaan en in hoeverre ben ik wel beïnvloed door mijn directe omgeving, de maatschappij, de tijd waar ik in leef. En in hoeverre ben ik wie ik ben of bepaald bijvoorbeeld wat ik eet. Precies. Hoe ik me voel en wat is de relatie daartoe tot mijn werk ook. Aan de andere kant zit een soort mindmap met gedachtegangen en hints waar ik mee bezig ben geweest. En de speren zijn een referentie aan het dieet, maar eigenlijk een beetje een grapje, eigenlijk een knipoog. Ja. Ten eerste van harte gefeliciteerd met het behalen van je eindexamen. Ik heb eigenlijk kunstwerk gemaakt om energie te geven aan andere mensen. En energie is eigenlijk in de vorm van warmte. Zowel eigenlijk als fysieke warmte van je lichaam, als zoals sociale gesprekken, gezellig met vrienden bij het vuur kunnen zitten om thee te drinken, taart te eten, dat te kletsen. Dus het is gebaseerd op een duurzaam verwarmingssysteem, Koreaans model. En nu heb ik eigenlijk de inspiratie uitgehaald. Een beetje uitdagende opdracht aan mezelf gegeven om een kachel te maken. Dus dat heb ik eigenlijk in principe gedaan. Ik heb alles zelf gemaakt. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ik was dus op internet aan het zoeken naar duurzame modellen, de kachelmodellen, dus waarmee de hitte zoveel mogelijk wordt gebruikt, maar voordat het echt lukt in gaat weer. En toen vond ik dat model, die Ondol, dat eigenlijk Koreaanse model, heel interessant. Heb ik een gebruik om een tekening te maken en toen heb ik eigenlijk mijn favoriete soort van vorm bedacht. Wat ik eigenlijk heel graag zou willen maken. What is the point of the fire? It is actually... Are you cooking it still? Yeah. I'm making fire to give the energy to people. Yeah. That's my aim. Yeah? Yeah, the pan's